Jaarlijks is het op 23 maart Wereld Meteorologische Dag. Op deze dag wordt de oprichting van de Wereld Meteorologische Organisatie herdacht. De Meteodienst Suriname heeft dat gedaan met presentaties voor de president en andere hoogwaardigheidsbekleders. Medewerkers van de Meteorologische Dienst Suriname hebben verschillende presentaties gehouden over de dienst. Ons land heeft nu te kampen met extreme wateroverlast. Lorenzo Casmadi, Operational Forecaster, zegt dat de zware regenval wordt geassocieerd met La Niña. Dus we hebben nu het verschijnsel La Niña. En die houdt eigenlijk nog aan, enkele maanden, sinds vorig jaar eigenlijk. Want de ITCZ, de Intertropische Convergentiezone, is nu ten zuiden van Suriname. Maar geassocieerd met La Niña en ook een trochensysteem in het zuiden van Suriname, dan blijven er clusters hangen en waardoor we meer convectie krijgen en dan ook veel meer neerslag in het gebied. Ja. Heeft de meteodienst een idee hoeveel neerslag er precies is gevallen? Voor januari hadden we neerslag gemeten tussen totaal hoor, voor de maand, tussen de, laat zeggen, 200 en 350 mm. In februari het meest, daar is het 610 mm voor Jumu. Ja. En in maart, tot nu toe, hebben we 300 mm aan neerslag. Volgens minister Riad Noor Mohamed van Openbare Werken zijn de seizoenen van Suriname ontregeld. Hoewel wij officieel in een kleine droge tijd zitten, blijft het regenen. Casmadi zegt dat ook de meteodienst verrast is met zoveel neerslag. Hij legt uit wat de meteodienst precies doet. Dus we hebben Wereld Meteo Dag. Elk jaar hebben we verschillende thema's. Dit jaar gaat het over early warnings en risks. Wij als Meteo proberen zo efficiënt mogelijk alle verwachtingen op tijd naar buiten te sturen naar het publiek. Maar niet alleen naar het publiek, maar ook de marine, de luchtvaart en eventueel de agrarische sector. Het hangt er eigenlijk vanaf hoe die boodschappen of hoe de weersverwachtingen worden gepubliceerd. We hebben verschillende manieren. Social media is één van ze. Het ministerie van Openbare Werken heeft een Facebookpagina waarop dagelijks de weersverwachtingen worden uitgegeven. Ook al via de website, maar men kan ook altijd bellen naar de meteodienst om te vragen naar een update. En voor hen die het niet weten, wat doet de meteodienst precies? De meteodienst, mijn afdeling waar ik ben doet voornamelijk weersvoorspellingen, weersverwachtingen, early warnings. En we zijn eigenlijk meer voor de luchtvaart, maar we hebben het publiek ook erbij genomen en de marine. De meteodienst krijgt vanuit de verschillende weerstations in het land data opgestuurd. De radar van de meteodienst is buiten werking, waardoor Suriname de weersinformatie vanuit Frans-Guyana en Guyana krijgt.